Hoofdstuk 17, som 11. Hier staat, teken de volgende lijnen in het complexe vlak. Nou, gaan we eerst een complex vlak maken. Imaginaire as, reële as. Dus dit noemen we reëel en dat is imaginair. En dan zeggen ze hier het reële deel van een complex getal. Hè, want die z, dat is eigenlijk a plus b keer i. Hè. Het reële gedeelte. En die b is het imaginaire gedeelte. Nou, hier staat eigenlijk 4 plus... Nee, sorry. Het reële gedeelte is 4. Nou, dan heb ik dus hier een 4. En er zijn dus heel veel getallen die een reëel gedeelte 4 hebben, namelijk deze. Maar ook, als ik hem even stippel, deze factor ook. En die factor toch wel. En deze factor ook. Zie je dat? He, stel dat dit 2 is, dan is dit de factor 4 plus 2i. 4 plus 3i. He, dus al deze complexe getallen hebben één ding gemeen, namelijk het reële deel is 4. Nou, wat is dan de lijn die we zoeken? Dat is die stippellijn. Grappig.